Dit is mijn appartement. Ja, alles erop en eraan. Een klein keukentje, gezellig, een terrasje. Ook Gerda heeft haar eigen appartementje waar ze doet wat ze wil. Maar het samenwonen heeft één groot voordeel. Als je thuis komt, je bent nooit alleen. Maar je bent gewild, je mag alleen zijn, je kunt alleen zijn. Maar eigenlijk heb je altijd het gevoel, er is nog iemand. Samen zijn kan in de gemeenschappelijke delen. We hebben het grote keukenblok. Daar wordt regelmatig gekookt voor de ganse groep. De bewoners helpen elkaar, maar je moet natuurlijk wel goed overeenkomen om zo dicht bij elkaar te leven. Er wordt dan ook gestemd over nieuwe kandidaten. Dat je het gevoel heeft zo van, oh ja, dat is een aanwinst, dat is goed, dat is oké. En als het uiteraard voor de andere persoon ook zo is. Het Vlaams parlement wil dit soort woonvormen makkelijker maken. Want nu is de oprichting één groot juridisch kluwen. De formule is ook goedkoper dan een woonzorgcentrum, omdat de bewoners veel zelf doen. Maar wat is er eigenlijk mis met een woonzorgcentrum? Ik denk dat je eigenlijk je eigen leven meer uit handen geeft. En oké, een serviceflat in de toekomst, als dat nodig is, als ik meer zorg nodig heb, ja. Maar voor het moment, we zijn nog zodanig actief en we willen nog zodanig veel zelf doen. Ja, het geeft zin in ons leven ook. Het geeft u een doel in het leven.